Waar gaan we heen, dames? Wij gaan naar de stad. Dat is een goede vorm, hoor. Ja? Ja. Is dit de eerste keer dat je rijdt? Ja. Wat ben je aan het doen? Je rijdt in het midden van je tijden. Van SAT, heb je mede toch dat ik het zeker weet? Ik het weet nog. Het is eigenlijk het nichtje van het oude bekende taxi. Ken je dat nog vroeger bij de NCRV? Ja, daar heeft het enige elementen van weg. Het is namelijk ook een taxi. We pikken ook mensen op en we halen verhaaltjes. Dus nee, het lijkt erop. Maar het verschil is dat we 's nachts rijden. Dus we hebben weinig zakenmensen, geen ziekenfondsritjes, weinig oudere mensen en... Ja, dat is eigenlijk een groot verschil. En Tim en ik worden wel veel herkend, want we zijn niet onherkenbaar per se. Ik vond het wel leuk. Het is wel echt tof wat voor mensen je allemaal in je taxi krijgt sowieso. Dat is wel leuk aan dit programma. Het is heel divers. Dus je hebt zeg maar, het ene gesprek is iemand die bijvoorbeeld zijn kind heeft verloren en die het uit heeft gemaakt bij zijn vriendin. En het andere gesprek is iemand die een huwelijksaanzoek gaat doen. Ik loop heel slecht. Ja? Ik heb zeg maar overal pijn. Dus in elk spiertje in mijn lichaam heb ik pijn. Op dit moment? Ja. Dit moment. Nou, ik ben iemand die wel echt losgaat in de taxi zelf. Want ik vind dat heel lekker, want er is iemand die op je wacht. En dan, het is ook de intieme setting van zo'n auto doet mensen ook, denk ik, wel vertellen. Want je tenminste, als ik in een taxi stap, dan begin ik ook over mijn dag te vertellen aan een chauffeur. En nu was ik diegene, dus... Dat klinkt heel gek, maar eigenlijk is het heel makkelijk. Want je zegt gewoon van, hey, waar wil je naartoe? En dan zeggen ze, ja, daar naartoe. Wat ga je daar doen? En als ze dat niet zeggen, wat heb je net gedaan? Dat klinkt natuurlijk, maar het is heel logisch eigenlijk. Maar dat is een beetje het voordeel aan in een taxi zitten. Want die vragen verwachten ze bijna. Dus daar gaan ze altijd heel goed op in.